Hey, Pieter. Of mag ik je gewoon Pieter noemen? Wie is het nou? Weet je, ik lag hier op de grond en ik dacht bij mezelf, weet je, hoe is het met Pieter? Ja, dus ik denk, ik vraag het gewoon even. Ja, dat moet gewoon kunnen, denk ik. Weet je, Pieter? Pieter. Weet je, Pieter, ik pak er gewoon even een chocolaatje bij. Hier, moet je eens even kijken, Pieter. Dus een heel lekker chocolaatje. Ik pak hem even op mijn andere hand, want het gaat niet echt heel erg makkelijk. Kijk, dit is een chocolaatje. Hebben ze dat ook, Pieter Postman? Chocolaatjes? Of hebben ze daar alleen maar speciale pakketjes? Hoor je? Pieter? Pieter, Pieter, Pieter. Oh. Ik ga er gewoon voor kwijlen, zo lekker is die. Wat heb je naar te kijken, joh? Ik heb gewoon even een gesprek met Pieter. Pieter Koor. Pieter Post. Pieter Post. Met zijn boels verdient de kost. Oh ja, joh. Verdien jij de kost, Pieter? Ben jij ook zo'n pakketjesbezorger? Die zich helemaal de Jan Kanker rijdt voor een kwartje per uur. Hè? Die dan 500 pakketjes moet bezorgen per dag om een beetje normaal te kunnen leven. Ben je zo'n pakketjesbezorger, Pieter? Of ben je van de elite? Hè? Ben je grote façade? Ben je het gezicht van de postpakkettenfabriek? Pieter Post. Pieter Post, met zijn boels, verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen, vlagen. Pieter die brengt pakjes door het land. Oh yeah! Moet hij weten? Nee, Pieter. Zal je even recht overeind zitten? Pieter Post! Pieter Post! Je bent mijn held, man. Echt waar. Als ik aan iemand een voorbeeld zou kunnen nemen, dan was jij het geweest. Pieter Post! Pieter Post! Weet je wat nu wel heel erg kut is, Pieter? Dat ik mijn voet heb verdraaid, weet je wel? Dus ik moet heel even... Even lopen. Wat vind je van mijn sokken, Pieter? Kijk even naar mijn sokken, Pieter. Als ik dat aan je vraag, dat is wel zo netjes. Kom op. Met zijn boels verdient de kost. Ja, vind je ze mooi? Hier. Tillingel. Nou, Pieter ligt nu onder de kast. En dat is niet zo best, jongens. Wil je even kijken? Wil je even kijken waar die ligt? Wil je even kijken? Wil je even kijken dan? Nou, kijk maar even dan. Hier, hij ligt hier. Onder deze kast. Zie je dat? Oei, oei, oei. We gaan hem even pakken. Blijven jullie even staan? Zo, dan pak ik even een apparatus. Een apparatus om Pieter te pakken. Niet weggaan maar, jongens. Nu gaat het echt gebeuren. Grote Pieter Post reddingsactie. Zullen we het gaan redden?
Hoor jij het speciale pakketje vandaag, Pieter? Of blijf je voor even in die kast liggen? Dat is een beetje het verhaal. Oh jee. Oh jee. Wat gebeurt hier nu allemaal? Pieter Post. Pieter Post. Met zijn poes. Purdy. Oh, ik zie hem niet meer. Zal die misschien hier leggen? Ah, hier ben je, Pieter. Oh, gelukkig. De mensen dachten al, waar is die nou? Maar hier is die. Kijk dan. Daar is die weer, met zijn handjes in de lucht. Ik denk dat FC Post een doelpunt heeft gescoord. Jee! Weet je wat ik doe, Pieter? Ik pak nog een lekker chocolaatje. Vind je dat goed, jongen? Pieter Post. Pieter Post. Oh. Weet je wat ik denk, Pieter? Oh. Dat is wel een heel erg lekker chocolaatje. Dankjewel, man. Je hebt hem niet gebracht, maar... Weet je... Alles wat er in dit huis... zich bevindt... dat heb ik eigenlijk te danken aan jou. Piet! Spieter, noem je zo... Noem je ook wel Spieter. Amfetamine Spieter. Of zit je niet in de politiek? Nee. Zo'n kankermogol ben je niet, hè? Jij hebt wel wat beters te doen met je karma. Nou goed, weet je, Pieter, ik vind het mooi geweest. Ik ben hier een monoloog aan het houden. En de kans dat jij wat terug gaat zeggen is niet heel. Want je bent van plastic. Maar je bent wel echt een toffer hier. Ik zal eens even aan je neus likken. Oh, jij zit in de politiek, dat proef ik gelijk. Oh, kijk, hier is de chocola. Nou, weet je wat ik doe? Piet! Pieter! Ik neem nog een chocolaatje en dan zeg ik deze mensen even gedag. Gedag, lieve mensen. Gedag.